en dan kan je iets toveren wat speciaal van belang is voor alle kinderen van Amsterdam. Afgelopen zomer werd er in de tuin van de Protestantse Diaconie in Amsterdam een grote vrijwilligersdag gehouden. De Diaconie is een organisatie die allerlei projecten opzet om de zwakkeren in de samenleving te helpen. Wij maakten gebruik van deze gelegenheid om in te zoomen op de activiteiten van deze organisatie, die dit jaar als thema heeft de ongeziene ander. En dan gaat het om wie is die ongeziene ander? Het is eigenlijk hetzelfde thema als het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Dat is dezelfde vraag die eigenlijk ook opkomt in het thema van de ongeziene ander. Wat zijn de mensen die wij niet zien? Wie zijn de mensen die aan onze blik onttrokken zijn? De ongeziene ander is degene die niet geaccepteerd wordt in deze Nederlandse maatschappij. De ongeziene ander, waar denkt u dan aan? Nou, dat bijvoorbeeld. Alle vrouwen die wij lesgeven, die zijn thuis. Die kunnen om wat voor reden dan ook niet naar een echte school of een echte cursus. En daarom gaan wij bij ze thuis lesgeven. En die zijn dus hartstikke ongezien, want die komen nergens. En welke projecten zijn nou het meest representatief als het gaat om de ongeziene ander? Het Wereldhuis, dat is het project waar we ongeveer 200 mensen per week ontvangen. Mensen zonder papieren, mensen in achterstandssituaties. Mensen die daar komen omdat ze door het vangnet van alle hulpverlening zijn heen gevallen. En we doen daar counseling, we hebben daar spreekuur voor mensen. En daar kunnen ze direct de hulp krijgen. Het eindigt met L, niet met het koffie. Ik bestelde. Ja, heel goed. Ik bestelde. Toen wij hier begonnen zijn in het Wereldhuis, zeiden we alleen maar, hier is de ruimte, kijk maar wat je ermee kunt doen. Het Wereldhuis zou niet kunnen bestaan zonder heel veel vrijwilligers. Wij hebben mensen met en zonder verblijfsvergunning die in veel verschillende functies werken. Als taaldocent, als computerdocent, als gastvrouw of gastheer voor mensen die hier voor het eerst komen. Het eerste wat veel migranten zeiden was, ik wil Nederlands leren. Dus we zijn heel snel begonnen met taallessen en Virtie Tonnegaan is een van de taaldocenten van het eerste uur. Zij geeft één keer per week les voor inmiddels gevorderde cursisten. Elke week de cursisten komen, geven ze 1 euro per keer, hè, per cursist. En dan aan het einde, vandaag is eigenlijk onze laatste dag. Officieel is het volgende week, maar vandaag. En dan zijn we alvast gaan tellen. En dan heb ik met ze overlegd wat ze willen doen, want dat vindt het Wereldhuis dus leuk. Uit welke landen komen de mensen die u lesgeeft? Uit Ecuador, Colombia, Honduras. Voornamelijk Zuid-Amerikaanse landen? Ja. En tenminste, vorig jaar heb ik ook lesgegeven aan een andere groep. Toen zaten wel Afrikanen erbij. In Amsterdam wonen er naar schatting 15.000 migranten die geen verblijfsvergunning hebben. Of dat aantal klopt, weten we al niet, omdat er heel weinig onderzoek naar kan worden gedaan. De mensen zijn ongezien omdat eigenlijk niemand belang heeft om hen te zien. Hun werk wordt wel gezien. Het schoonmaken van panden van privéhuishoudens is heel belangrijk werk. Daar profiteren we van. De mensen zelf die zich hier niet mogen verzekeren, ook geen belasting mogen betalen, zien we liever niet. En dan heb geschreven. Ik weet zelf als migrant dat het heel moeilijk is om een ander land te beginnen. Dus laten staan als je ongedocumenteerd bent. Dus ik dacht van, nou ja, ik wil iets teruggeven en ook iets terugdoen. En ook wat doen aan mijn ervaring. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, dat vind ik leuk, dat ga ik doen. Leven. Wij liepen. Liepen. En dan, wat ik kan doen voor ze, tot zover wil ik doen. Een beetje een veilig gevoel te geven. Niet door politie gepakt worden of door iemand anders iets kwaads of iets vreselijks kunnen doen. 7 en 4 zou ik
Het doet nogal wat met mensen om altijd met die angst te moeten leven om bij een controle in de metro, bij het rijden zonder fietslicht hier in Amsterdam opgepakt te kunnen worden. Met het enige feit, strafbaar feit, een fietslichtje wat je wel een half jaar in vreemdelingendetentie kan brengen. Deze druk proberen we is niet weg te halen bij mensen. We proberen er tegen te gaan door vooral veel informatie te verstrekken. Ook informatieavonden met de politie te organiseren, zodat de politie goed kan uitleggen hoe de vreemdelingenwet in elkaar steekt. Dat ook mensen die geen verblijfsvergunning hebben als slachtoffer van misdrijven aangifte mogen doen. Dus dat er ook ten opzichte van de politierechten zijn. Dat zijn allemaal kleine pogingen om die onzekerheid van mensen proberen weg te nemen. Voor zover dat kan. Oh ja, dit is de huiswerk. De vrouwen die hier les komen nemen, vertellen zij wel eens van hoe zij zich voelen? Niet tijdens de les, maar wel tijdens het eten. Want donderdag dan hebben we iemand die kookt. En dan tijdens het eten dan praten we inderdaad. Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Dat ze het heel leuk vinden hier in Nederland. En hier, het wereldhuis, hè, dat, dan voelen ze zich veilig. En ze zijn dankbaar dat het wereldhuis er is. Bijvoorbeeld de activiteiten die ze aanbieden, zoals les, tenminste de kans om les te volgen. En andere activiteiten zoals massagegroep, yoga. We zien ook mensen waar wij zien dat hun migratie, zoals zij dat bedacht hebben, naar Nederland komen, hier een aantal jaar goed geld verdienen, dat naar huis te sturen en dan beter bestaan opbouwen, dat deze carrièreplanning niet goed gaat. En waar wij zien dat zij de ruimte nodig hebben, de tijd nodig hebben om na te denken wat de volgende stap moet zijn. Mensen die in impasse zijn beland, hier niet verder kunnen, moeten de ruimte hebben om te kijken op welke manier ze ook eventueel terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Migratie is van alle tijden en je zult migratie met wetten maar voor een heel klein deel kunnen beperken. Migratie gaat gewoon door en zonder er een oordeel aan te geven moet je gewoon zien wat met mensen gebeurt die de stap ondernemen om naar een ander land te komen wat soms goed gaat, maar soms ook slecht gaat.